Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar boven het zuiden is de bewolking dunner en daar breekt er vanochtend als eerste de zon door. In het midden en noorden is het grotendeels bewolkt en valt van tijd tot tijd bui De temperaturen lopen behoorlijk uiteen en dat komt doordat de wind uit het noordoosten steeds harder gaat waaien. Vanmiddag nog steeds van tijd tot tijd zonneschijn in het zuiden, heel misschien ook af en toe zon in het noorden en verder veel wolkenvelden. In het zonnige zuiden kan er ook echter een enkele bui vallen, temperaturen 13 tot 17 graden. Vanavond vallen er ook hier en daar nog buien, maar in de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog en de noordoostenwind neemt toe naar windkracht 5 aan zee. Ook morgen een stevige noordoostenwind 4 tot 5 voor voor. Het is grotendeels droog en er zijn flinke perioden met zon. 13 graden op de Wadden, 17 in Maastricht. Zaterdag verloopt de zon overgoten, maar wel bij een koude noordelijke wind. Het wordt daardoor 12 tot 15 graden. Zondag is er meer bewolking, breekt slechts af en toe de zon door, maar het blijft wel droog. En ook maandag hebben we droog weer. Na het weekend gaat bovendien de temperatuur weer omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl